Ja, welkom. Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Ja, er is gewonnen hier thuis in de Goffert van Heerenveen. Het werd 3-0 voorafgaand aan de wedstrijd. Eerst maar eens even een minuut stilte. Een eerbetoon natuurlijk aan Johan Neeskens. Kijk eens, mooi spandoek hier. Prachtig. En zo werd er afgetrapt. NEC deed wat het moest doen. 3 punten pakken. Het werd 3-0 hier thuis. Met doelpuntenmakers van onder andere, jawel, Bram Nuiting, zijn eerste. Je moest er lang op wachten, maar daar was je dan, het doelpuntje. Ja, klopt. Ja, mooi. Maar ik sta er niet voor de doelpunten natuurlijk. Hè. Dus het is leuk als je een keer scoort als verdediger zijn. Alleen, je houdt toch liever de nul en je wint liever wedstrijden dan je scoort. Dus vandaag was het allemaal, dus dan is het leuk. Effectief NEC vandaag? Ja, denk het wel. Want ik denk dat na die 1-0 creëer je in de eerste helft volgens mij echt vrij weinig. Tweede helft denk ik dat je na die 2-0 van ons, dat zij hun kopjes een beetje laten hangen. Dan komen er wat meer ruimtes en dan kan je wat beter voetballen, denk ik, op hun helft. Alleen ik moet ook zeggen, kijk, ze hebben volgens mij ook echt niks gecreëerd. Dus in dat geval geef je gewoon heel weinig weg. Voetbal je in sommige momenten wel gelukkig weer wat beter. En wat ik zeg, als je dan eenmaal 2-0 voor staat, dan komen die ruimtes vanzelf. En dan vond ik wel dat we dat wel goed deden qua het voetbal dan. En gelukkig maak je die 3-0, dan is het klaar. Hij maakte zijn basisdebuut en dan ook nog voor het eerst hier thuis in de Goffert. En hij scoort 2 keer. Vito van Krooi. Ja, klopt. Thuisdebuut. Ja, debuut heb ik natuurlijk vorige week al gemaakt, maar thuisdebuut, ja, geweldig om zo te beginnen. En best wel een belangrijke wedstrijd voor ons om weer te klimmen op de ranglijst. Dus dan is het natuurlijk extra lekker dat je zo begint in de wedstrijd en dat je meteen een doelpunt maakt. We zagen wel gelijk al hoe belangrijk jij kan zijn, hè? Niet alleen bij het doelpunt. Nee, ja, ik moet zeggen dat ik nog wel wat stapjes moet maken. Maar ja, ik ben een speler die wel probeert vooruit te gaan en die probeert druk te zetten en de spelers daar mee te nemen. En ja, voor mijn gevoel kon dat nog wel iets beter, maar in ieder geval iets wat ik altijd probeer. En daar probeer ik mijn team nooit te vaak in mee te nemen en daar initiatief in te nemen. En ja, ik denk als we daar vaak al met deze jongens gaan spelen, totdat het nu stapje voor stapje steeds beter gaat. En dat is natuurlijk de bedoeling. Ja, de eerste helft hebben we maar weinig kansen gezien. Toch werd het 1-0. Tweede helft iets meer kansen. We hebben een effectief NEC gezien dus. Ja, ik denk wel. Ik denk dat we er nog wel eentje bij hadden kunnen prikken. Maar uiteindelijk waren we vandaag denk ik effectief op het moment dat het moest. En we hebben goed verdedigd. Want we hebben denk ik heel weinig weggegeven. En dan lijkt het redelijk simpel. Maar dan is het denk ik een degelijke overwinning. En we hebben er hard voor moeten knokken. Maar dat hebben ze goed gedaan. Ja, toch de eerste helft die was nog wel moeizaam. Hè? Weinig kunnen creëren toen nog, na het doelpunt. Ja, nou ja, we hebben 1 goal gemaakt, dus dat is al heel behoorlijk natuurlijk. Maar uiteindelijk is het daarna een wedstrijd waarin heel veel middenveldspel zit. Weinig ruimtes om echt gevaarlijk te worden van beide kanten. Wij die wat hoger druk zetten dan Heerenveen, denk ik. Dus dan geef je ook soms wel eens wat meer weg. Ja, uiteindelijk gaat het er ook om dat je dat volhoudt. En in de tweede helft zie je wel dat we belangrijke duels winnen. Dat we net iets vrijer worden aan de bal. Maar Sano bijvoorbeeld is daar een goed voorbeeld van. Ja, dan ga je ook weer iets meer creëren. En, nou, we kunnen ook goed wisselen, dus dat helpt natuurlijk ook. Vito van Krooi heeft al zijn visitekaartje afgegeven vandaag. Hè? Nee, ja, maar ja, dat is precies hetzelfde als met Sano. Weet je wel, dat moet even goed vallen. En dat hij de goal maakt is natuurlijk geweldig. En je ziet ook dat hij wat toevoegt aan ons spel. Wat directheid, wat meer loopvermogen. En dat hij die tweede zo... Ja, onze derde, maar zijn tweede zo binnenschiet, dat is ook kwaliteit. En op het moment dat dat allemaal een beetje bij elkaar gaat vallen, ja, dan gaan we weer de goede richting op. Na NAC zei van we moeten harde woorden spreken. Die zijn gesproken, heb ik begrepen. Heb je daar al wat van vandaag van teruggezien in het veld? Kijk, er zijn harde woorden, het ligt aan wat harde woorden zijn. Kijk, wij weten wel wat we kunnen. Dat is niet wat wij in sommige wedstrijden de afgelopen periode hebben laten zien. En het was ook weer niet zo dat wij elke wedstrijd slecht spelen. Hè? Want ook tegen Feyenoord thuis, ja, dan scoren ze in die laatste minuut en dan heb je weer zo'n domper. Terwijl je daar best redelijk speelt. Kijk, harde woorden, het is gewoon duidelijkheid naar elkaar toe. Van oké, wat moet er nu verbeteren, wat er beter moet. En kijk, het is gewoon duidelijkheid. En die moet je creëren. En net zoals vandaag, dan weet je dat je tegen Heerenveen speelt die ook misschien een soort van onder druk staat. Ja, en dan moet je gewoon wel vol gas gaan. En dan moet je 100% erop staan, kort in het duel zitten. En dat hebben we denk ik vandaag goed gedaan. En ik denk dat je daardoor ook juist vrij weinig weggeeft. Fijn, 3 punten. Ja, heel fijn. Dat klopt helemaal.
Het was misschien niet altijd even sprankelend, misschien af en toe wat moeizaam. Je creëert misschien nog te weinig kansen, maar toch werd er met 3-0 gewonnen van Heerenveen en zijn die 3 punten daar. En kunnen we ons opmaken voor de volgende wedstrijd. Die is volgende week vrijdag. Hè? Dan is het een uitwedstrijd tegen Almere City. Maandag zijn we er met de podcast. Dan gaan we natuurlijk napraten over deze wedstrijd. En volgende week natuurlijk weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.